Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sport Talk. Henk Mees natuurlijk vaste gast aanwezig. En onze gast, Roderick van den Dungen. Roderick, voorzitter van Red Eagles, al heel lang. Ja, veel lang. Gebruikelijk lang. Ja. Ongebruikelijk lang. Ja. Wanneer ben je begonnen? Ik ben in 2017 begonnen met het voorzitterschap van de jeugdvereniging. En wij hadden een stichting en een vereniging waarbij de eerste in de stichting zat. En later is daar een verandering in gekomen dat het eerste ook ingeschoven werd in de jeugdvereniging. En zijn we daarin verder gegaan op dezelfde manier zoals we de rest van de jeugd deden. En daarmee zijn we doorgegroeid tot eigenlijk wel een club die veel goede spelers ook aflevert aan andere verenigingen helaas. Vroeger in de jaren eind 60, begin 70, toen waren er veel Amerikanen bij Den Bosch. Ja, er was in heel ijshockey in Nederland waren veel buitenlanders aanwezig. En die zorgden wel voor het mooie hockey. Alleen ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat het vrij lang geduurd heeft dat de echte Nederlanders op niveau gingen hockeyen. Ben jij wel eens gaan kijken? Hè? Ik ging elke donderdagavond kijken. Ja. Echt? Ja, ik was vaste gast daar hoor. Het was echt geweldig. Geweldige tijd was dat. We hebben het over 1965. Oh, ja. Een half jaar tijd, hoe het allemaal kan in die destijds weet ik niet, maar een half jaar tijd werd er een ijsstadion uit de grond gestampt. Dat was een initiatief van de Grasso, die de ijsbaan leverde aan Amsterdam, de kunstijsbaan van Jaap Ede. Oh, oké. Okay. En die werkte samen met Heijmans, het bouwbedrijf. Ja. En die kregen het voor elkaar binnen in 5-6 maanden tijd een ijsbaan neer te leggen. Er kwam ook meteen een ijshockeyclub bij, want initiatiefnemer daarvan was eigenlijk Jan van den Udenhout van het huidige automobielbedrijf. Ja. En die werkte daarvoor weer samen met Red Eagles, wat een ijshockeyclub was in Vught, volgens mij. Oh. En daar kwam de ijshockeyclub Den Bosch uit voort. Aha. Nou, er kwam een heel zwik Canadezen kwam eraan, die voor een habbekrats hier kwamen ijshockeyen. Er waren ook nog een paar jongens, onder andere Tony de Groot, die later teammanager werd bij de hockeyclub Den Bosch. Ja. Die stopte met voetballen en die ging ijshockeyen. Joop van Gurp, Frank Bolsius, daar waren de Bossenaren. Hans van den Boogaard, dat was een bossenkeeper. En nou, in 1970, hupsakee, weer kampioen van Nederland. Ijshockey Den Bosch hoor. Ik heb die verhalen natuurlijk wel eens gehoord van die oud-spelers. Maar die vertelden het tegen mij dat er gewoon standaard 3000 man zaten. Ja, het zat hartstikke vol. Maar dat kwam ook omdat er een geweldige sfeer leefde. Maar ook omdat het was elke donderdag was er in zo'n wedstrijd ook wel een partijtje knokken hoor. Er werd wat afgeslagen en zo. Ja. Dat ijshockey van toen is niet te vergelijken, denk ik, met het ijshockey van nu. Want ik ga wel eens bij Trappers kijken in Tilburg. En dat zijn heel clean wedstrijden. Als je dat vergelijkt met het ijshockey zoals ik het beleefd heb in 1965 tot 1970. Red Eagles speelt nu gewoon in de Eredivisie. Ja. Volgens mij staan ze onderaan. Ene laatste. Maar iedere keer ook nipt verloren. Ja. Want doelsaldo is -1. Nou, wat het is het gaat uiteindelijk om de punten. Ja. He, daar gaat het om. En we doen het hartstikke goed. Alleen ja, de winst zorgt voor de punten. En daar schieten we elke keer net langs af. Want hoe is het gesteld? Je hebt 12 clubs in de Eredivisie. En hoeveel degraderen er? Geen. Oh, dus we hoeven ons geen zorgen. Nee. Elk jaar is het balgat weer opnieuw van start. Okay. En dan is het waar de spelers heen geschoven zijn. Daar ligt het toppunt zeg maar, van de kracht. En de laatste jaren is de ontwikkeling zeg maar, zo gegaan dat ze allemaal van elkaar kunnen winnen en verliezen. Dus het is niet net als bij voetbal dat Ajax en PSV altijd bovenaan staan. In dit geval kan iedereen van elkaar winnen. En hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om weer, zeg maar, want je bent 7 jaar geleden, ben je al eens een keer in gesprek met geweest. Toen hadden we het ook over Red Eagles, maar dat is lang geleden. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen dat die club weer in beweging is gekomen? Nou, wat het eigenlijk is, we hebben in het verleden werd er heel erg gericht
op resultaat. En natuurlijk, resultaat is wel belangrijk. Alleen wij merkten gewoon dat het heel veel geld en energie kost om een eerste team in de lucht te hebben. Ja. En wij wilden die energie wel stoppen in bossen mensen, maar niet in passanten die een jaartje komen hockeyen. En op dat moment zaten er best veel buiten de spelers van buiten Den Bosch. En toen hebben we eigenlijk een stapje teruggezet en hebben we gezegd van nou, we willen eigenlijk zorgen dat onze eigen jeugd dadelijk ons eerste team vult. En ja, daar zitten we nu in, dat een hele delegatie van de jeugd van toen, ja, die spelen nu in ons eerste team. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Je hebt met elkaar naar dit punt toegebouwd. Wat moet ik me voorstellen bij het budget voor zo'n eerste team? Nou, dat varieert heel erg. Hè. Ze zijn er niet allemaal echt transparant over. Er wordt al gauw met bedragen geroepen. Maar als wij kijken, het budget waar wij mee werken is €40.000. En dan zijn er clubs dan behoren wij tot de clubs met het minste geld ongeveer. En dan loopt dat best hard op. En daar zijn toch stevige bedragen. En vooral in een klimaat waar sponsoring niet vanzelfsprekend is. Dame Lisa, die trekt er ontzettend hard aan. En we krijgen gelukkig heel veel sponsors binnen. Alleen, ja, het is niet als bij voetbal. Hè. De exposure is toch een andere opbrengst bij het ijshockey als bij het voetballen. Maar waar ligt dat aan, Henk? Ja, ik lees nooit iets in de krant over de wedstrijden van Red Eagles. Ik weet god niet waar ik het zou moeten vinden. Ja, op de website van Red Eagles waarschijnlijk. Ja. En op een of andere website van het Nederlandse ijshockey. Ja. Maar in de krant lees ik nooit iets. Ja, af en toe eens of twee keer per jaar een reportage over hoe het met de club is. En, maar waar ligt dat aan, Henk? Ik denk dat men op de redactie van het Brabants Dagblad ijshockey niet interessant genoeg vindt. Althans het ijshockey van Den Bosch, wat over trappers wordt in de editie van Tilburg volop geschreven. Die komen geen centimeter aandacht tekort. Maar we spelen dezelfde klas, hè? Nee, dat klopt. Nee, kijk, Red Eagle speelt in de Eredivisie. Ja. Dat is de Nederlandse Eredivisie. Ja. En trappers uit Tilburg, die vinden zich te goed voor Nederland. Spelen op het derde niveau in Duitsland. Nee, maar ik bedoel te zeggen, het hoogste niveau in Nederland. Ja. Ja. Daar speelt Red Eagles gewoon in. Ja, nee, dat klopt. Je ziet het niet op Studio Sport. Nee. Zie je maar ik denk ook dat daar de club zelf ook een rol in heeft. Ja. Ik weet niet hoe het met jullie PR gesteld is. En jij zit hier nou en je kunt je gang gaan. Je hebt de ruimte nu. Maar wat jullie eraan doen om Red Eagles beter onder de aandacht te krijgen, dat ontgaat mij natuurlijk. Ja. Dus het is heel moeilijk om alle mensen te bereiken. En je merkt dat social media begint een hele groot aandeel te zijn in de communicatie in onze wereld. Ik merk dat ik daar zelf nog te oud voor ben. Maar dat laten we dan aan de jeugd over. Die weten dat perfect te brengen. En daarnaast is het zo dat ijshockey Nederland heeft een samenwerking aangegaan met Spring Media. En die zijn op dit moment alle wedstrijden aan het filmen. Ik heb gezien op. Maar is dat een zender, een streamingdienst of zo? Een soort. Hoe krijg je daar toegang toe dan? Nou, je kunt ervoor kiezen dat je een abonnement neemt. En dan betaal je daar €8 voor per maand. Of je betaalt per wedstrijd €5. En dan kun je eigenlijk alle wedstrijden zien die op dat moment in de Eredivisie gespeeld zijn en gespeeld worden. En daar op die manier willen ze het meer onder de aandacht brengen. En we merken nu al, de statistieken die wijzen al een paar jaar uit, dat ijshockey dadelijk tot de meest bezochte binnensport wordt van ons land. En daar zijn we wel trots op. Alleen, we proberen zoveel mogelijk mensen te laten komen om gewoon de ervaring te hebben met de sport. Ja. En het is hartstikke leuk. Het gaat snel. Er is spektakel. Al is er geen vechten meer bij. Dat is eigenlijk ook niet wat we willen. Hè? Want dat is vaak wel. Als we het over de sport hebben, dan is dat eigenlijk altijd wel wat voorbij komt. Al is het in beeld, al is het in gesprek. Ja. Alleen het is ook een beeld waarop mensen zeggen van ik wil dat mijn kind niet gaat ijshockeyen, omdat er gevochten wordt. Wij gaan niet sponsoren. Ik ga mijn goede naam niet hangen aan. Maar dat is al een tijdje eigenlijk uit het ijshockey. Nee, maar het is leuk dat jij daarop wijst dat ouders dus daar speciaal daarom de jeugd naar het ijshockey sturen.
Hoe groot is de club eigenlijk? Hoeveel teams hebben jullie die competitie spelen? Nou, wat moet ik me daarvan voorstellen? Nou, wat het is, is je hebt leeftijdsklasses, net als bij het voetballen, U-teams. En wij hebben bij de vereniging hebben we eigenlijk alle teams vol zitten in alle leeftijdsklasses in de jeugd. Dan hebben we twee recreantenteams, waarvan één wat meer resultaatgericht is. En de andere ook wel resultaatgericht, maar meer in toch wel het plezier. En dan hebben we onze eerste ploeg. Dus we hebben, als ik het even goed denk, ik dacht 9 teams of 10 teams. En je moet een beetje zien dat het varieert. De ideale basis, ook kostenefficiëntie, is 16 spelers per team. Ja. Dat halen we niet altijd, want ja, als iemand begint, dan heb je een volle ploeg. Maar gaandeweg vallen mensen af, of dat ze het sport niet bij kunnen houden, of dat het als ze andere interesses krijgen, of dat ze geblesseerd raken, dat het niet meer kan. Dus gaandeweg vallen er heel veel af en ben je blij als je nog voor de eerste team nog een handjevol spelers overhoudt om daar... Maar je hebt dan wel zo'n 150 leden? Nee, veel meer. Volgens mij zitten we op 180 leden. Ah ja, En daar zitten ook meisjesteams bij, ja, of zo? De meisjes die zitten tussen de jongens in. Omdat je merkt, de sport, bij elke sport zie je dat de dames steeds meer deel gaan nemen aan alle sporten. Ja. En ook bij ijshockey. Je ziet ook dat daar, niet alleen in Nederland, maar gewoon wereldwijd, wordt er heel veel geld vrijgemaakt voor dames. Om die deel te laten nemen in de sport. Omdat dat ook de groeiplek is van de meeste sporten. En waarbij de jongens of de mannen steeds meer gaan afhaken. Ja, en wel goed ook dat de jeugd, zeg maar, dat ijshockey, het is natuurlijk een hartstikke mooie sport. Het is een geweldige sport. Echt fantastisch. Ja, ja. En dan is het ook extra leuk dat er weer zoveel jeugdteams zijn. Ja. Het is voor ons, wij zijn er heel blij mee dat wij dat allemaal hebben. Alleen je merkt gewoon in Nederland zelf dat het steeds moeilijker wordt. En daar heeft corona ook niet heel erg een bijdrage aan geleverd. Dat het steeds moeilijker wordt om mensen gewoon voor een teamsport te enthousiasmeren. Ja. En vooral ijshockey, je dat moet op uur en tijd. Je kan niet als bij tennis zeggen van nou ik wil dan tennissen. Bij het voetballen heb je heel veel velden. Bij ijsbanen heb je echt maar een paar ijsbanen in Nederland. Ja. En die worden niet alleen maar benut door de ijshockeysport, maar ook door kunstschaatsen. Nee, want ik heb het net dan over de aandacht in de krant. Maar je ziet ook bij Studio Sport bijna nooit iets over ijshockey. Korfbal, dat krijgt volop de aandacht. Ja. En handbal vol. Maar ijshockey... Ja, en notabene, want in Duitsland is het een hele grote sport. Ja. Wordt altijd bij de sportshow, laten ze altijd beelden zien. Ja, ja, ja. In België zie je het nog wel eens. Ja, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor basketbal hoor. De Studio Sporten word je volgegooid met NBA basketbal. Dat is allemaal geweldig. Maar de Nederlandse of de Belgisch-Nederlandse competitie waar ze nu in zitten, Heroes, daar zie je niks van bijna. Nee, dat moet je online doen. Ja, ja. Precies. Ja. Overigens, nu we het toch even over basketbal hebben. Met Heroes gaat het in ieder geval niet helemaal voor je. Het gaat beroerd, kun je wel zeggen. Ja. Want ze spelen in een gemengde competitie met Belgische clubs. Er zitten 19 teams in. En ze willen eigenlijk naar 18. Dus nummer 19 die moet degraderen. En nummer 19 is op dit moment Heroes. En ja, dat is ver beneden de verwachtingen, ver beneden de stand van de club. Want die is altijd toch de topclub van Nederland geweest. En die hebben nu een team waarmee ze nederlagen leiden met 30 punten verschil. En dat ligt niet lekker daar. De oorzaak wordt gegeven aan het feit dat ze nogal wat jongere spelers ook uit het buitenland hebben lopen. Ingegeven eigenlijk ook weer doordat er minder budget is. Er zijn wat subsponsors weggelopen. Dus ze zijn van 2,4 naar 2,1 miljoen budget gegaan. Er zijn nog forse bedragen als je met ijshockey vergelijkt hoor. Ja, een aantal clubs van kopen. Daarvoor hebben ze dan ook een stelletje Amerikanen, veelal avonturiers die hier hun geluk komen zoeken. Maar daar moeten ze zorgen voor woningen. Het is een fulltime business voor die gasten. Dus je kunt uitrekenen dat meteen veel geld kost. Maar ze presteren niet. En dat, Terwijl dat die businessclub wel booming is, hè, bij Heroes.
Hebben jullie ook een businessclub? Nou, een businessclub is een groot woord. Bij ijshockey merk je vaak dat het de sponsoring uit de emotionele hoek komt van altijd wel een connectie met de sport. Ja. En in het verleden hebben we dat wel gehad. Alleen dan, dat vraagt wel heel veel aandacht om dat te continueren. En nu zitten we in de eerste stap dat we 11 november... Nee, dus ik ben even de datum niet, maar qua 11 november geloof ik niet dat er is. Beginnen we met de sponsoravond. Daar komen alle sponsors bijeen. Om ze vervolgens de aandacht te geven die ze willen hebben. En de vragen te beantwoorden over de sport van de mensen die nog geen connectie hebben met de sport. Ja. Maar in het algemeen hebben de mensen allemaal, die zijn gerelateerd aan de sport, die hebben een kind of hebben zelf geijshockeyd, waardoor ze sponsoren. Ja, nou ja. Kijk, het is natuurlijk voor Red Eagles hartstikke mooi. Dus zit je nou thuis te kijken en denk je... Red Eagles, mooie bossenclub, die gaan we een warm hart toedragen. Contact opnemen met de voorzitter, heel makkelijk, Roderick van der Dungen. We hebben het over de laatste plaats gehad van Heroes Den Bosch. Maar goed, de heren hockeyers, veldhockey, die staan nog steeds bovenaan. Afgelopen zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Bloemendaal. Dat is de nummer 2. En dat is echt altijd een goede club geweest. Bij Den Bosch zijn het alleen de dames die altijd kampioen worden. Maar de heren staan nu lekker bovenaan. Hartstikke mooi. En het 1-1 is het geworden. 2-2. Maar in ieder geval, het was een spannende wedstrijd. Waarin je wel zag... dat er zoveel internationals op het veld staan, zowel bij Bloemendaal als bij Den Bosch. Ja, dat het af en toe een beetje schaken was, ondanks de uitslag 2-2. Maar er zat veel techniek in vooral. En snelheid, ongelofelijke werklust hebben ze bij Den Bosch. Dat is echt fantastisch. Ja, het is mooi dat het zo gaat. Hè. Maar ja. Je ziet dan dat de... inspanningen om de ploeg sterker te maken, die lonen zich. Ja. Koen Beijer die heeft erop aangedrongen van... Brinkman. Ik wil Thierry Brinkman erbij hebben, anders ben ik naar Rotterdam. Ja. Daar is naar geluisterd. Die Spanjaard is een goede versterking. Zeker. Dus, die Scanjo. Ja. Maar ja, laten we ook niet de vrouwen vergeten. Nee, hè? Nee. Die maken een streak van 51 competitiezegers. 51 competitiezegers. Wat ze in vorige glorieperiodes niet hebben bereikt. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. Ja, dat is... Je merkt dan alles. Hè, bijvoorbeeld, hè, in die thuiswedstrijd zaten gewoon bijna 1600 man. Hè? Nu inmiddels bij een hockeyclub. En er is een tijd geweest dat de scheidsrechter zo'n... bij wijze van spreken aan Henk vroeg, Henk, zullen we beginnen? Dan zat hij alleen. Nee, dat is overdreven. Er zitten ook tegenwoordig een paar honderd man op de tribune. Nee, maar er waren nu weer 1500 toeschouwers. En tegen Kampong was dat ook zo. Dus je merkt dat het leeft. Zowel met het hockey als met FC Den Bosch. Den Bosch heeft... ze staan nog altijd in de kopgroep van de keukenkampioen-divisie. Ja. En afgelopen zaterdag speelden ze met 1-1 gelijk tegen Roda JC. Ik durf te zeggen, het eerste half uur van FC Den Bosch is het beste wat ze tot nu toe hebben laten zien dit seizoen. Ze hebben het alleen niet uitgedrukt in doelpunten, terwijl de kansen er volop waren om op 3-4-0 te komen. Het is jammer dat het zo gebleven is. Ja, maar je ziet wel, hè, want ik heb die wedstrijd natuurlijk teruggekeken. Ik zat bij het hockey. Een geweldige teamspeler. Het is niet te geloven. Spelers die... Die La Rosse. Eerst toch goed, zeg. Die hebben het de vorige keer ook al over gehad. Mees La Rosse is echt een talent. Die ontwikkelt zich en de bedoeling is dat hij nu binnenkort, er schijnt al een akkoord over te zijn, contract tot 2028 gaat tekenen. Nou, ze hebben in de hele as hebben ze overal spelers waarmee ze veel sterker zijn dan vorig seizoen. Goede keeper. Hendricks is een goede centrumverdediger die erbij gekomen is. Ja. La Rosse op het middenveld met Bakala, die Slowaak. En voorin... die spits. Ik vind die Knul beneden de maat. Maar Burgering is een vondst. Zeker. Je hebt ze bij de amateurs vandaan geplukt. Gravenberg maakt het elftal sterker. Uitstekend. Ja, dus. Maar we moeten ons niet gek laten maken. Er blijft wel wat
ongenoegen verborgen op dit moment bij SC Den Bosch. Het zit allemaal niet lekker tussen spelers en trainer, tussen trainer en technisch directeur. Daar zitten wat fricties. Wat zijn dat voor fricties? Ja, over de tactische aanpak. Want je zag ook afgelopen zaterdag weer, op het moment, het stond er met 1-0 voor, er wordt gewisseld. En meteen was de organisatie zoek, waardoor Roda kon toeslaan en werd 1-1. Spelers zijn niet tevreden over, een groot aantal spelers niet tevreden over de trainingen, een beetje ouderwets en zo. En misschien is het wel veelzeggend dat afgelopen zaterdag bij die wedstrijd in de business loge van de bestuursloge van FC Den Bosch, daar zat Marinus Dijkhuizen, werkloos trainer vorig seizoen van Excelsior. Ja. Die zat daar druk te praten met Bernard Schuiteman, technisch directeur van Den Bosch, en met Dries Boussata, de adviseur van de aandeelhouders. Dan denk ik van, dat is niet voor niks dat hij daar zit. Hè? Nee, nou ja, dat lijkt mij ook niet. Maar het kan zijn dat die natuurlijk in de stel je voor dat fase. Ja. Zou kunnen. Ja, nou ja. Maar goed, desalniettemin. Ze doen het hartstikke goed. 6500 toeschouwers weer. Ja. Dat is weer uitverkocht. Hoeveel gaan er eigenlijk bij Red Eagles in? Maar ik heb 660 stoeltjes. Echt? Ja. Daar kan ik verkeerd geïnformeerd zijn hoor, maar je kunt het ook uitbreiden, heb ik begrepen. Ja, uitbreiden niet echt. Dan is het, we willen dat de mensen wel wat kunnen zien. En als je dus op andere plekken wordt neergezet, dan sta je eigenlijk langs de kant. En ja, het mooiste zicht is dat je toch wel op het ijs kunt kijken. Maar dat je het uit kunt breiden naar 800 toeschouwers, dat is dus... Nou, we zijn blij als we hem gevuld hebben, dan zijn wij al blij. Ja, maar daar gaan we nou voor zorgen natuurlijk. Hoeveel mensen komen te kijken bij een wedstrijd? Het varieert. Het varieert heel erg op welke dag het is. Ja. Als het op zaterdag is, dan zie je heel veel jeugd ook meekomen. Op zondagavond dan zie je dat al te laat wordt. Dus je moet er wel rekening houden dat er zo rond de 300-400 mensen... Ja. Zijn er meer dan bij de meeste amateurclubs hoor, die wel de krant halen. Ja, inderdaad. Ja, zeg dat wel. Tijd zit er bijna op, Roderick. Even nog voor de helderheid. Want het seizoen is 6, 7, 8 wedstrijden onderweg? 6 wedstrijden onderweg. 6 wedstrijden onderweg. Hoeveel wedstrijden worden er gespeeld? Moet ik even denken. 30, zeg ik het goed, 20 gespeeld. En dan ga je de play-offs in. Ja. En dan is het zo, want de mensen die nu zitten te kijken, die denken, ik ga gewoon een keer natuurlijk naar de Eredivisie kijken, joh. Ja. Hoogste hockey in Nederland, ijshockey. Je kunt naar de website om de wedstrijden te zien. Wat betalen ze ervoor? Nou, we zijn met allerlei acties bezig om eigenlijk de mensen er naartoe te krijgen zo aantrekkelijk mogelijk. En het varieert, maar volgens mij is het 7,5 euro om op het duurste moment naar binnen te kunnen, zeg maar. En de rest probeer creatief binnen te komen. Ja. Nee, Roderick, maar hockey is gratis hoor. Ja, alleen daar kan ik daar nog iets aan toevoegen. Er zijn maar twee plekken in Den Bosch waar de sport beoefend wordt, waarbij de horeca losgekoppeld is van de club. Ja. Er zijn de Heroes en er zijn de Red Eagles. En wij moeten alles doen met de middelen die we ter beschikking hebben. De meeste sportverenigingen, pakwoord hockey, die hebben een prachtige horecagelegenheid. En dat hebben wij bijvoorbeeld niet. Dus wij moeten echt elke creatieve euro die we kunnen pakken. Dan moeten we pakken om zeg maar de kosten een beetje te drukken. Ik begrijp het. Dank voor de komst. Dankjewel dat ik uitgenodigd ben. Ja, zeker, zeker. En ja, nogmaals, ga gewoon een keer kijken hier bij Red Eagles in Den Bosch. Website, daar kun je het programma zien. Volgens mij spelen ze op 15 november tegen Heerenveen. Ja. Ook een roemruchte club, hè, Heerenveen. Dus dat is wel grappig. Ga gewoon een keer kijken, want het is een spektakel om te zien. IJshockey hier in Den Bosch. Hoogste van Nederland. Red Eagles. En ze blijven er gewoon... Ze blijven er altijd in, maar ze worden zeker niet laatste dit jaar. Dat weet ik zeker. Henk, dankjewel weer. Wij zien elkaar volgende keer weer terug. Tegen de kijkers thuis, hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van Sporttalk. Vandaag was de gast van Henk en van mij, Roderick van der Dungen. Voorzitter van Red Eagles Den Bosch. Nogmaals, ga een keer kijken. En ik zie je graag volgende maand weer terug bij een nieuwe aflevering van Sporttalk. Of
gewoon morgen weer naar DTV kijken bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik zie je graag. Hoi.